zoals ieder jaar massale belangstelling voor de start in Gent. Een lachende Norbert Kerkhoven, een subtopper. André Noyelle, gewezen Olympisch kampioen, zelfs een koffer sjouwend. Belgisch kampioen Jeff Plankaert, het jaar voordien ook tweede in de Tour. De West-Duitser Rudi Altig, een latere wereldkampioen. En tenslotte Abe Geldermans, titelvoerend kampioen van Nederland. De eeuwige favoriet is Rick van Looy, die na een conflict met zijn sponsor nieuwe kleuren verdedigt. Zijn ploeg is verzwakt. Foray en Plankaert zijn er niet meer bij. Het wordt meer dan ooit van Looy tegen allen. De Quaremond en zijn knotwilgen. Daar klopt het hart van de ronde in die jaren. Het wegdek is nog niet geasfalteerd en de strijd speelt zich af op het fietspaadje. Frans Arenhouts breekt de wedstrijd open in dienst van Rick van Looy. De schifting is gebeurd met vooraan hier Simpson, Poulidor, Jocke Wouters, Foray en Van Itse. Poulidor en Van Looy vallen aan op de hellingen, maar worden gecounterd door Simpson, Van Aarde, Van Itse en Foray. Ja, we beginnen er op 4-5 van de aankomst. Zus van Merlebeke is Simpson weggesprongen, ik ben er naartoe gesprongen. En na mij is Altig en Melkebeek erbij gekomen. We zijn er met vier de laatste ronde ingegaan en dan is Altig gevallen. Ik was normaal wel geklopt van Melkebeek, maar dan ik reed die dag voor me daar wel goed en ik dacht ik moet hem verrassen. Ik heb gedemarreerd een beetje verder voordat de sprint moest weggaan en ik nam 3-4 lengten zeker en Melkebeek is nu niet meer teruggekomen. Met een gemiddelde van 40 km 600 wint Noël Foray de snelste ronde uit de geschiedenis.